Is directeur Taco Dibbets van het Rijksmuseum in Amsterdam Arune Vreed wat wie ze worden nadat hij een duide baas wie van het museum het Hannemerhoes in Haas. En co-directeur Hugo ter Awest op zijn beurt van het Hannemerhoes de druk en de drokte van het Rijksmuseum aan. Nou, dat zullen we Jere van Jim hebben beide wisselen. Welkom. Dankjewel. Een dai. Jou mocht naar een museum dat 200 keer meer bezoekers heeft als dat van jou. Jim 10.000, zij 2 miljoen. Ongeveer, ja. En hoe wie dat? Wie dat spannend om daar de binnenstap met een beetje de baas te wezen? Nou, het is super trek, maar het was een bijzonder boeiende ervaring. En ik heb met allerlei mensen mogen spreken en daarmee in die dag wel een goed beeld gekregen hoe die organisatie in elkaar zit. En hoe mensen samenwerken en de lol die ze in hun vak hebben. Dus in die zin heb ik denk ik in een korte tijd wel een goed beeld gekregen. Ja, want mocht nu eigenlijk alles dan? Want je mocht zelfs in de laptop zien van hem? Compleet ja, dat heb ik uit privacy overweging niet gedaan, maar dat mocht wel. Dat mocht hij bij mij ook, heeft hij ook niet gedaan. Maar er lag een programma en daar mocht ik zelf in bijstellen als ik dat wilde. Er zat ook wat vrije ruimte in. Maar ik had van tevoren een aantal vragen geformuleerd die ik graag beantwoord wilde zien. Zodat ik op een gerichte manier door die organisatie kon. Andersom heeft Taco Dibbets dat bij ons ook gedaan. Dus aan weerskant hebben we geprobeerd dat programma zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van ons beiden. Ja, want je hebt hier een gearworking, maar 5 oren musea in het loon. En toen het hij zei, nou, ik wil wel mijn haas ruilen. Weet je waarom, precies? Hij heeft van oudste familiebanden met Harlingen. En we zijn met z'n allen geïnterviewd. En daar kwam een van de vragen voorbij voor de 5 van de lage landen waarin we samenwerken. Van, zou een keer een week directeur van het Rijksmuseum willen zijn? En hij kreeg de vraag van, zou je directeur van een van die 5 willen zijn? En toen heeft hij zelf Harlingen genoemd. Nou, daar was ik niet ontevreden over. Het mooiste contrast, Jim het liedste en hij het grutste. Nou, het is natuurlijk leuk om hier te praten met je, maar dan kijk even Jim. Want ja, wat gebeurt er als je wisselie van baan? Wij winnen dus een dag in Amsterdam en een dag in Haas. Dit zijn de kinderen van de Sint-Michaelschool, groep 8 hier in Harlingen. En kinderen, dit is Taco Dibbets van het Rijksmuseum. Directeur van het Rijksmuseum. Voor ons één dag hier. Het is een ongelooflijk leuke ervaring. Ja, het Rijksmuseum is van iedereen, dus ook van de Harlingers. En het mooie hier is dat je komt binnen en je hebt meteen het gevoel van huis. Het Hannema-huis, het Hannema-museum, is eigenlijk ook een huis. En toch tegelijkertijd is het een museum. En ik moest vandaag een school rondleiden. Ja, en dan zie je gewoon die kinderen vinden het prachtig en heel veel moois. Mocht de eerste bezoeker welkom heten, was een mevrouw uit New York die heel gericht kwam voor de schilderkunst in het Rijksmuseum. En de nachtwacht en de fluitspeler, dat waren haar favorieten. We zijn op de kamer van de hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Ik heb wel een mooie kamer, maar daar maak ik er een grote puinhoop van. Het is hier veel keuriger, dus, maar ik ben niet zo mooi als deze kamer, maar ik heb wel een mooie kamer. Hoe was het voor u om zo solo voor de nachtwacht te kunnen staan? Heel bijzonder. Ik voelde me een soort Barack Obama. Ik word geen president van Amerika. Die ambitie heb ik ook niet. Maar dat was natuurlijk wel bijzonder. Ik had wel eens een keer eerder meegemaakt bij een andere gelegenheid om bijna in mijn eentje in die ruimte te zijn. Dus de eregalerij. Maar als je daar dan zo ook nog achter het lint mag. Ik ga wel eens vaker door het lint, maar dat heeft dan een andere context. In dit geval mocht het ook nog. Een van de dingen die ik vandaag probeer op te halen is hoe het Rijksmuseum erin slaagt om alle leerlingen van het basisonderwijs in Nederland binnen te halen. En misschien dat zo'nzelfde principe op lokaal of regionaal niveau ook herhaald kan worden. Dus dat is een beetje van hoe pak je het nou zoiets aan, hoe krijg je de scholen zover. Je leert ook dat heel veel musea in Nederland, die moeten keihard knokken ook om open te zijn. Die moeten ook elke keer weer dingen doen om mensen naar het museum te halen. En wij zijn in Nederland eigenlijk, we zijn zo rijk met zo'n prachtige cultuur. Dat is iets waar we trots op moeten zijn. En ik vind het heel mooi ook om die plaatselijke trots te zien. Symbolisch graag de sleutel van het Hannemerhuis aanreiken met een aardige sleutelhanger erbij. Ik weet niet, hij past net niet in mijn broekzak. Deze catalogus, hebt u die? Die heb ik gezien, maar heel erg veel dank. Prachtig. Dat is ook eigenlijk waarom ik het heb gedaan. Ik vind het iets altijd prachtig om tussen het publiek te zijn. Omdat je met anderen naar kunst kijken is een van de leukste ervaringen. Iedereen vindt weer iets anders mooi.
En je leert hier ontzettend veel. En sowieso, je moet van het publiek blijven leren. Want ja, het museum, of het naar Harlingen is of het Rijksmuseum, dat is van iedereen. En ja, dat is dus van die iedereen, van het publiek wil je ook leren. Ik neem aan dat Taco Dibbets ooit nog een keer weggaat. Heeft u dan zoiets van, nou, dit lijkt me ook wel wat? Ik denk niet dat ik de capaciteit heb en ook niet, ik ben een slag ouder dan Taco Dibbets, dus op een gegeven moment gaat dat meespelen. Ik ben nog niet hoogbejaard, maar het schiet mooi op, zullen we zeggen. Ik sprak net de directiesecretaresse, maar die was vol lof over u, hoor. Nou, dat is goed om te horen. Dat is dan wederzijds, maar dat geldt voor alle mensen die ik hier vanochtend getroffen heb. Ik voel het echt als een warm bad hier. En, ik voel me zeer welkom. En dat vanaf deze plaats ook graag alle hulde nogmaals voor iedereen die hier vandaag betrokken is bij mijn komst. Ja, hoe voel je dit? Ja, dat blijkt wel uit het feit dat ik van oor tot oor loop te lachen de hele dag. Ik vond het een geweldige ervaring. Ja. Dat is wel mooi, want die Taco Dibbets, dat is wel echt de chair. Hè? Het Gitoer Musea in Nederland, dan is hij de man. Ja, er zijn veel belangrijke museumdirecteuren, maar er staat er één met stip bovenaan, dat is Taco Dibbets. Okay. Dan rin je daar dus om in dat Rijksmuseum. En dan zie je prachtige schilderijen. En dan steer bij de nachtwacht. Heel ik toch van, eigenlijk zoeken nou eens een PMI in Bewolle uit Hannemhoes. En zei ja, welke dan? Zo loop ik altijd door musea, maar ook door het Rijksmuseum. Deze keer had ik allerlei afspraken, dus er was wat minder tijd voor. Maar er is wel een schilderij, het zijn er eigenlijk een aantal die wel gelijk bij me oppoppen als we het hierover hebben. En dat is niet de nachtwacht, dat ligt te veel voor de hand. Die past er ook net in, denk ik, in het handen. Nee, dat wordt qua transport een dingetje bovendien, dat gerestaureerd de hele tijd. Maar het... Hij, wat min of meer, of niet eens toevallig, maar mijn collega Janine Otter die heeft uitgevonden dat een van de schilderijen die momenteel op de tentoonstelling Lage Landen in het Hannemahuis hangt, dat die al eerder in Harlingen heeft gehangen. En dat is wel heel erg leuk. Die maakte deel uit in de 19e eeuw van de collectie van S.B. Bos. En Sybrand Bos die is als pakhuisknecht begonnen, als vermogend botenhandelaar geëindigd. En heeft in zijn leven dat hij beter boerde, een enorme kunstcollectie aangelegd. En toen die verzameling in 1888, in ieder geval ergens eind 19e eeuw, geveild werd in Amsterdam, toen heeft het Rijksmuseum uit de collectie Bos 10 schilderijen aangekocht. Van een hazer dus, van een hazer? Ja, van de Harlinger verzamelaar. Ja. En een van die schilderijen maakt nu dus deel uit van die collectie. Ja, want we hebben hem volgens mij ook, volgens mij het plaatsje. Oh, dat is helemaal, dat is hem, ja. Dit is volgens mij, hoe heet die nou? Arend Arends. Ja, Vissers en Boeren. Ja. Uit de collectie dus van Sybrand Barend Bos. En om een beetje tempo te maken, zien je van die schilderijen, die kamen dus uit Haas, ben opkocht door het Rijksmuseum. En nou is er dus wel wat bijzonders gebeurd, door die wisseling. Want hij was eigenlijk wel een Jim-Jan, hè? Vanuit het Rijksmuseum. In ieder geval in Bruikleen. Ja, de eerste gesprekken zijn daarover op gang gekomen. En, hij is dol enthousiast. Dus Job bent nog misschien, maar hij wil het gewoon. Ja, dus ik heb ook goede hoop dat dat... Er is één schilderij wat in ieder geval niet uitgeleend kan worden. Maar de rest... Welke dan? Een schilderij van Joachim de Beukelaar. Dat is een keukeninterieur uit de laatste 16e eeuw. Maar waarom ken je het? Omdat hij te kwetsbaar is en permanent op de eregalerij. Dus ook in van Jochen. Jochen van die hazen verzamelen, die moeten we even omkomen. Ja, als we die een keer kunnen krijgen, dan ben ik al heel tevreden. Ja, maar dat is dus eigenlijk wel leuk. Dat je hem daar nou al heel fier in binnen. Zou dat een tentoonstelling worden? Dat is het idee. En dan gaan we in de rest van het land kijken of we nog meer schilderijen uit die collectiebos kunnen vinden. Ja. En dat heeft nog even onderzoekstijd nodig. Maar het is natuurlijk een geweldige toezegging van Taco Dibbets dat hij het bezit van het Rijksmuseum, uiteraard even met de normale randvoorwaarden, maar dat hij dat al aan ons toezegt. Ja. Dus. En Ben, hè, dat is de laatste vraag die ik je eigenlijk stellen wil. Dat wie ik wat oppopte in het verhaal. Hè. Je zei, ik wil eigenlijk wel meer Ben hier naar Taloeken. Toevallig, mijn zoon had een Joet West in het Rijksmuseum. Vond hij hartstikke leuk. Maar hoe krijg je al die Ben het Hannemahoes? Weet je dat nou al? Stap voor stap doen we dat. En we proberen goede contacten met het onderhoud. Dat doet mijn collega Wigerina van der Meer. Die onderhoudt contacten met scholen. En we proberen ook een interessant aanbod te doen. En ook daar... Wat bieden, de nachtwacht, dat is natuurlijk... Ik bedoel, Michon weet helemaal niks van dat hele verhaal, die schilderij, maar de nachtwacht wist hij. Dat wist hij, precies. En Willem Barends kent hij misschien ook, want dat zit in een educatief programma van het Rijksmuseum. Maar de Willem Barends is ook in Harlingen herbouwd.
En we willen proberen om met drie partijen, dus het Hannemahuis Rijksmuseum en de Willem Barend Werf, dat weten ze nog niet eens. Dus als ze nu kijken, dan... Oh, dat is echt dan horen ze vers van de pers. Dat is heel vers van de pers. Maar gaan we kijken of we daar een projectje voor kunnen maken waarbij alle drie de partijen, en vooral, want daar gaat het om, de Harlinger schoolkinderen en de kinderen bij ons uit de regio, gelukkig worden en historisch en kunsthistorisch onderlegd worden. Oké, okay. Nou, tegen dank Hugo Draafvest, Ian Dai, baas van het Rijksmuseum en voor dadelijk twee nieuwe mooie initiatieven erbij. Ik zoek er vaker heen en weer. Goed plan. Ja, zeker.